Dagelijks zijn er vele besluiten en afspraken te maken. Ik wil dit graag met bewustzijn doen en de consentmethode is ruim 20 jaar een belangrijke hulp hierbij. De consentmethode houdt in dat er pas dan een besluit genomen wordt wanneer er geen overwegend bezwaar is. Deze overwegingen worden dan wel uitgesproken. Voor mij is de consentmethode de meest natuurlijke methode om mij op anderen af te stemmen. Zowel met opdrachtgevers als met mensen met wie ik samenwerk, als de deelnemers van mijn trainingen. Ook in organisaties met verschillende afdelingen en verschillende lagen is de consentmethode een belangrijk hulpmiddel. En het biedt veiligheid, namelijk die veiligheid dat jouw inbreng werkelijk meegenomen wordt in elk besluit. Ik heb als MT-lid gewerkt in een organisatie waar de consentbesluitvorming in alle lagen was ingevoerd. Een complete cultuurverandering was het gevolg. Als manager kon je richten op sturen en hoef je veel minder te trekken als daarvoor. Daarom is het voor mij vanzelfsprekend dat veel organisaties, waaronder scholen, samenwerkingsverbanden en zelfs onze gemeenteraad, experimenteren met consentbesluitvorming. In de workshop maak je kennis met de besluitvorming op basis van consent. Dat doen we door deze toe te passen, zodat je zelf het verschil ervaart. Dat helpt je om als ondernemer keuzes te maken, waardoor je als bedrijf succesvoller kunt zijn. Wees welkom bij het ZZP-netwerk Utrechtse Heuvelrug op 30 maart.